Ik weet dat Doumbia er eng uitziet. Ik bedoel, als er zo'n grote, stevige, gebouwde, flinke man voor je staat, dat je bang bent. Maar dit gaat wel heel ver. Wil jij snel, goedkoop en betrouwbaar coins kopen op welk platform dan ook? Ga dan naar fifacoinsnl.com en gebruik de code LUCKYGRAAF voor extra korting. Yo mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Grote Division 1. Als we net zoals vorige keer gewoon weer de 3.500 likes zouden kunnen halen, zou dat super awesome zijn. Vandaag heb ik twee hele speciale teams voor jullie. Eentje hebben jullie vorige aflevering al gezien en ik heb één compleet nieuwe en die is ook echt ziek gewoon. Ten eerste, het team wat jullie vorige aflevering zagen is wat verbeterd. In de pack opening zagen jullie al dat ik de Pie gewoon had gekocht, want ja, fuck dat, ik wou hem gewoon hebben. Maar toevallig packte ik afgelopen woensdag in mijn livestream ook nog eens Naldo en die wou ik vorige keer niet kopen omdat ik hem wel duur vond. Maar ja, nu heb ik hem toch gepackt, dus gooi ik hem er ook lekker in. Ik moet zeggen dat het team er wel zo sexy uitziet. Dit is mijn tegenstander. Divisie 2 speel je met zo'n team, dan doe je het gewoon prima. Dat is gewoon wel slim. Alleen snap ik die keuze van Ivanovic op centraal of verdediger niet. Maar gewoon lekker snel en dat werkt meestal wel. Hé, dat rijmde. Ik heb geen geluid. Oh nee, ja, nee. Dit is echt helemaal top wat ik nu allemaal aan het doen ben. Hoe word je een professionele YouTuber? Stap 1. Bereid je gewoon niet voor en ga gewoon beginnen zonder na te denken. Maar tegenstanders ook wel denken. Hé, wat een kutjong. Hij drukt 3 keer achter elkaar op pauze. Ik haat jou. Ja, ik hoor Evert. Dat is goed in dit geval. Normaal nooit. Nou, de Bruyne laat het meteen zien. Oh, hij houdt het rij op start. Ah. Hij gaat me terugpesten. Ik ga ondertussen even mijn horstje uit de knoop halen. Team of the season, Deppy. Come on, Deppy. Oh, Deppy. Deppy beast. Ga maar, Oxlade. Oh, een van de weinige niet-special cards in het team. Hij is wel degene die scoort. Hij is echt gewoon... Hij staat er puur voor chemistry, anders zou ik hem nog nooit hebben neergezet. En hij is ook nog degene die het doet dan, hè. Walcott is blij voor zijn maatje. Heerlijk gedaan, sterk aan de bal gebleven en heerlijk afgerond, zeg. Ga maar Depay. Depay is weg. Ja, keepertje komt. Dan doen we de FIFA 15 manier. Dan ren je gewoon om de keeper heen. Zo easy is het. Team of the season, Memphis doet het. Zo, moeilijk. Oh, Naldo Beast. Ik vind hem echt fucking chill tot hij te spelen. Ga maar. Rennen. En nou die triple tap voorzet. Walcott komt naar de goal. Ai, De Bruyne. Oh, die gaat bijna het stadion uit. Oh. Oh ja, wat is dit? Naldo! Voor die keeper! Jorietje! Oh, de paai gaat. Oh, wat dit? Oh, de paai. Oh, compleet gerekt. Compleet gerekt. Ga maar naar huis. Ja, ga maar naar huis. Ik zei het nog. Ik dacht, ik help hem even. Maar hij was er zelf al achter dat hij beter gewoon kon ragequitten. Oh, wat een afgang voor deze man. Divisie 1 is so close now. 1 keer winnen en we zitten in divisie 1. 2 keer winnen en we zelfs de titel van divisie 2. Dan nu. Waar ik echt al heel lang naar uitkijk. Dit team is perfect. Laat dat voorop stellen. Maar ik heb nog een team. En damn, ik vind het zo fijn. Daar is hij dan. En waarom vind ik dit zo fijn? Nou, jullie weten allemaal, Suarez is absoluut de baas voor mij. Ik bedoel, 30 goals in 23 wedstrijden. Ik weet niet zeker of die stats kloppen. Maar hij is ziek. Hij is echt ziek goed. Dat heb ik al zo vaak laten zien in deze serie, hoef ik niet te vertellen. En voor de rest, oh, Team of Season Diabala. Ik zweer het. Deze man kijkt zijn stats en kijkt ernaar en... Ik hoef er niks aan toe te voegen, denk ik. Voor de rest, Tevez op CM. Ik zelf vond dat eigenlijk helemaal niks. Nou heb ik een vriend van mij. Die was bij mij toen ik de team maakte. En die zei, nou, ik zag laatst in de video van FC Roelie dat hij hem daar gebruikt. Dat hij heel goed was. Nou, ik had die video van Roel niet gezien. Sorry, Roel. Maar ja, dat werd tegen mij gezegd. Ik moet zeggen, hij doet het prima op CM. Dus ja, ze hadden gelijk allebei. Ondertussen komen we tegen een heel leuk team. Met Hulk. Maar op zich wel leuk gemaakt. Maar ik denk wel gewoon dat we ze even flink gaan afleren, deze meneer. Hey, Konko, joh, wat doe je nou? Abdoulaitje. Oh, Abdoulaï, kom je echt goed weg dat deze niet inging, joh. Frikandel, wat is dat nou weer voor uitverdediger, zeg. Kom op, nee, niet doen, Doumbia. Flikker op, Doumbia. Oh, mijn god. Maat. Casillas. What the fuck doe je? Wat is dit nou weer voor iets? Ik weet dat Doumbia er eng uitziet. Ik bedoel, als er zo'n grote, stevige, gebouwde, flinke man voor je staat, dat je bang bent. Maar dit gaat wel heel ver. Deze man speelt nu op parkeerde bus. Kijk hoe fucking veel verdedigers hier lopen. Zo kan ik er toch niet doorkomen, hè? Jezus. Iedereen mist hem weer. Het is echt... Echt een klote wedstrijd om te spelen, dit. Destruction.
Ja, dat zou er ook nog eens bij... Oh, maat. Elk duel, elke bal. Oké, die rebound was buitenspel, maar alsnog verloor ik dat duel. Dat schot ook van Gervinho. Dat en deze paasjes. Bruh. Jezus. Fuck. Oh, nu is er misschien ruimte. Ja, ja, nu dan. Dan moet hij ook nu vallen. En met Suarez kun je er altijd vanuit gaan dat als je een kans krijgt dat je maakt. Dank je, dank je, dank je. Eén keer dat gaatje. Ik zag hem gaan. Ik denk, nu moet het. Is nu of nooit. En gelukkig ging je erin. Oh, man, 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 man. Je ziet even het gaatje en dan moet het meteen gebeuren. Oh, zo fijn dit. Nee, nee. Oh, Jordi Alba. Oh, waarom ben je zo snel? Dankjewel. Oh, Jordi Alba. Mijn beste vriend. Mijn superheld of zoiets. Ik weet het niet precies. Correa. Oh, dribbelt er gewoon langs of ze er niet staan. Ja. Correa. What the fuck? Hey, hey, beetje. Toek, toek. Was iedereen voorbij? Kijk hoeveel mensen hier nog stonden. En hoe die hem dan afrolt. Ik dacht, nee, deze gaat er niet in. Oh, wat een goal. Wat doet hij dat? Oh, wat zit hier perfect in. Oh, maat, mijn oortje. Ik kan nu zeggen, ik ga ook parkeerde bus spelen. Maar dan verneuk ik het altijd voor mezelf. Dus ik zet hem nu gewoon weer lekker op gebalanceerd. Dat wel. Aanvallend is iets te overdreven. Maar parkeerde bus verneuk ik het voor mezelf. Dus dat ga ik mooi even niet doen. Nee. Ik wilde hem neerschoppen, maar zelfs dat mislukt. Oh, what the fuck. Nee, dat is nog... Hij haalt hem van de lijn, zeg. Nee. Fout. Wat een geluk heb ik allemaal, man. Het begon allemaal zo kloten, maar wat gaat er nu allemaal? Wat een geluk heb ik. Kom aan, nee, 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 nee. Casillas. Iedereen mist, maar hij gaat niet uit. Hij gaat wel. Hij gaat uit. Lekker dan, lekker. Wat een kutpositie om in te gooien. Na die bal weg. Nee! Wat een kut uitverdediging. Nee, ga weg. Ja, nee. Ja, nee, 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 nee. Hij had al gedrukt. Yes. Dit is echt niet goed voor mijn hart. Dit is gewoon echt niet goed voor mijn hart. Kom aan. Doe het. Yes! Come on. Wat een fucking pot. Wat een fucking gekke pot. Ik ben sowieso al gepromoveerd naar divisie 1. Volgende aflevering kan er een titel bij komen. Wat een pot, alsjeblieft. Oh, dit is sowieso een likeje waard, jongens. Allemaal ontzettend bedankt weer voor het kijken. Super awesome, echt. Ik word met de dag blijer wanneer ik mijn YouTube weer check en al mijn dingen zie. Oh. En hopelijk weer tot de volgende keer. En... Thank you.